Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video van Vraagje Vrijdag. Ik sta hier vandaag met Jordi, want het is een hele speciale. Zeg het eens. Wij zijn namelijk heel, heel ver afgereisd naar Antarctica, mensen. Kijk, daar is Antarctica. Hey. Kosten nog moeite besparen wij. Hoi. Kijk eens, zo maken we mensen blij. Ja, dat is een typische inwoner van Antarctica. Zoals je kan zien, we zijn bij Antarctica. Kosten nog moeite zijn bespaard gebleven voor deze Vraagje Vrijdag. Tot zo na de intro. Nou, de allereerste vraag van deze Vraagje Vrijdag. Oké, wat zou je doen als Bardo in de kast zit? Wat zou jij doen als Bardo in de kast zit? Eruit komen. Ik zou vragen of hij hem naar de plek waar we de kast willen hebben zou willen brengen. het liefst voor 10, want de laatste trein gaat om 10:30. En jij? Ik zou helaas toch gewoon een beetje laten zitten, jeetje. Ik zou serieus als er een Bardo in de kast zit gewoon een soort glory hole maken. Want ik weet, als ik mijn eigen penis zie komen door die kast... Sorry? Oh, de cameraman zegt, leg even uit wat een glory hole is. Nou, Rick. Nou, kijk, een glory hole is voor vrouwen die graag een piemel zuigen. Maar doen ze dan anoniem of zo. Of je hebt mannen die anoniem graag hun piemel willen laten zuigen. Maar precies van, ja, misschien is het wel een vieze vrouw. Weet je wel, in Oekraïne, weet je wel. Het leuke is aan een glory hole in Oekraïne in ieder geval, dat het allemaal toch meth junkies zijn. Dus die hebben al geen tanden. Dat is wel fijn, toch, in het algemeen. Precies. Dus moet je nagaan hoe zacht... Jij bent daar een keer geweest? Ja, ik ben een keer... Wat heb je nou te lachen? Dat is gewoon echt zo. Ik ben serieus echt eens een keertje naar Oekraïne toe geweest. En, voor de hoeren? Ja, voor de hoeren. En je hebt daar ook net zoiets als een, zeg maar, hier in Amsterdam, de Wallen. Zeg maar, ook allemaal met rood. Maar dan is het met bloed geschilderd. Hey, wacht. Nu weet ik dus waar Marco Borsato dat nummer rood vandaan heeft. Ach, is rood. Oh, de kleur van jouw lip. Helaas dachten we even dat de microfoon losgeplugd zat. Dat was niet zo. Nee. Dus we zijn helaas het spoor kwijt waar we net op zetten. Het spoor! Het spoor! Bardo! Kast, Piemog, Gloriol, zichzelf. Or Oekraïne, rood, Marco Borsato. Marco Borsato, daar waren we. Ja, nou, toen was ik dus naar Oekraïne toe geweest. En zoals je al zei, zeg maar, die tanden van die mensen, die worden natuurlijk totaal niet goed verzorgd. Maar is het de enige moment in jouw leven dat je naar de kapper gaat als je in Oekraïne bent? Of? Nee. Want dan ben je er zeker heel weinig geweest. Nee, Rusland. Nou, daar ben je nog nooit geweest. De afgelopen tijd, toen Jordi aan kort was, toen was hij al vaak in Oekraïne, hoor. Even lekker... Dat is mooi. Nee, hij is er weggegaan dat mensen dachten dat hij lesbisch was. Okay. Maar... Extra leuk feitje, de kleuren van Jordi, rood en wit, komen ook van het Oekraïense glory hole. De vlag van Oekraïne. Mag ik nog één dingetje vragen, Jordi? Kijk eens een keer de camera in en denk Jordi in met kort haar. En dan heb je hier een foto van Ellen DeGeneres. En je ziet het verschil bijna niet. Ellen DeGeneres. Wie? Kan je zien in de video. Van de Ellen Show. Oh, de Ellen. Ja, die ken ik wel, Ellen. Ellen is awesome. Als je het hebt over lesbische lekker vrouwen. Lesbisch. Ja. We gaan direct door naar de volgende vraag. Laten we nog twee doen. Deze is van Martijn Koning. Zijn jullie geil als je koekjes aan eet? Ja, nou, het ligt eraan. Als het best wel geile koekjes zijn, dan... Ja, jij? Ik vind het kijk, zeg maar, dat stopt met iedere keer diezelfde vraag. We zitten al in 3 Vraagje Vrijdagen deze jongens. Kom op, even origineel. Als er boter in zit, dan is het botergeil. En welke koeken neuk jij het liefst? Jodenkoeken. Oké. En ik kan rode koeken, roze koeken. It all went to shit from there. Gasten, heel erg bedankt voor het kijken naar deze Vraagje Vrijdag. Fuck die laatste vraag, dit is wel een goeie. Geef vooral een... Blauw, groen, beide. Een duimpje, goed duimpje. Oké. Abonneer vooral. Op ons, andere kanalen mag ook, maar vooral op ons denk ja, ik toch wel. Vooral hier beneden, gewoon even doen. En we zien jullie de volgende Vraagje Vrijdag.